Aan het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2022-2023 lijkt FC Groningen de selectie zo goed als rond te hebben. Technisch directeur Marc-Jan Verderes haalt de nodige ervaring in huis met spelers als Michael Verrips, Joey Pelepessi en Ragnar Oratman Groen. In de beginfase hebben we Joey Pelepessi gehaald, die nu aanvoerder is. Een stabiele jongen, een jongen waar ik zelf ook nog mee gevoetbald heb. En mee in de kleedkamer heb gezeten. Enorm positief. In de goede zin van het woord wel een gangmaker in de groep, denk ik. En iemand die een verbinder is. Dus die ook wel met meerdere categorieën vanuit de spelersgroep goed overweg kan. En mijn idee was wel, maar ook wel het idee van de staf, ja, dat wel heel erg belangrijk is voor ons in deze groep. Iemand van 29 die al aanvoerder is geweest, ook in Nederland bij Heracles. Maar ook in het buitenland heeft gespeeld, daar zijn ervaring heeft opgedaan. Goede dingen heeft meegemaakt, minder goede dingen heeft meegemaakt. Ja, en nu die ervaring mee kan brengen naar FC Groningen. Nou, we hebben met Michael Verrips een extra keeper gehaald. Nou, vorig jaar heeft Peter zijn eerste jaar bij Groningen gehaald. Nou, dat was geen super succes, dat weten we allemaal. Ik vind ook niet dat hij het nou ontzettend slecht heeft gedaan of zo. Nee, dat helemaal niet. Alleen ja, we wilden daar wel extra concurrentie. En we wilden wel, zeg maar, proberen daardoor het niveau en het level omhoog te krikken. En dat de beste zou gaan keepen. Nou, op dit moment keept Michael en die doet het hartstikke goed tot nu toe. Dus ik denk dat we daar ook sterker zijn geworden. Met Ragnar Oratman Groen hebben we een speler gehaald die bij Go Eagles afgelopen seizoen het heel erg goed heeft gedaan. Die daar hele goede cijfers toonde op het gebied van balvastheid en dribbles. En we denken dat onze selectie ook sterker maakt om zo'n type speler in je selectie te hebben. We hebben met Paulus Abraham natuurlijk een hele talentvolle linksbuiten. Maar die nog wel grillig is in zijn prestaties. Ja, we hopen dan met Ragnar, zeg maar, dat we dat goed op kunnen vangen. En dat daar een gezonde concurrentiestrijd ook ontstaat. Inmiddels bijna traditioneel komen er ook weer spelers over van Jong Ajax. Verdedigers Liam van Gelderen en Nordin Moussampa gaan voor hun kans in de Eredivisie bij FC Groningen. We hebben natuurlijk nog een extra rechtsback gehaald met Liam van Gelderen. Ik heb alle vertrouwen in dat Liam heel snel stappen kan gaan zetten bij ons. Alleen is het nu zo dat de staf heeft gekozen voor Casemiro als rechtsback, waardoor hij nog eventjes moet wachten. En dat is misschien ook helemaal niet erg als je jong bent en net van Jong Ajax komt. We hebben natuurlijk nog Nordin Moussampa ook van Jong Ajax gehaald als extra linksbenige verdediger. Die heeft helaas in de voorbereiding een vervelende blessure gehad, waardoor hij nu nog terug aan het komen is. Dus ja, we hebben aan de voorkant denk ik dat we de zaakjes goed op orde hadden en best veel hadden gedaan. Je weet natuurlijk ook dat er dan nog van alles kan gaan gebeuren in de transferwindow. Toch blijkt tijdens de voorbereiding dat er een linksback moet worden toegevoegd aan de selectie. Isaac Mæthe komt over uit Noorwegen. Maar in de laatste weken van de transferwindow is Jürgen Strand Larsen vooal onderwerp van gesprek. De 22-jarige topscorer staat in de belangstelling van clubs uit Italië en Engeland. Maar Verderes wil de spits niet laten gaan. We hebben aan de voorkant voor een hele duidelijke strategie gekozen. Dus ik ben al aan het eind van het vorige seizoen met Jürgen gaan zitten. En een goed gesprek gehad over afgelopen seizoen, over zijn ontwikkeling, hoe hij het nu vindt bij de club, et cetera. En ook van, ja joh, je hebt een goed seizoen gehad, je hebt veel doelpunten gemaakt en we weten allebei. Er zou wel eens interesse kunnen komen. Hoe zit je daar dan in? Zou je dan weg willen of zou je dan willen blijven? Hij gaf wel aan, ja, als ik een hele mooie stap kan zetten, dan zou ik graag willen gaan. Ondanks dat ik het gewoon heel goed naar mijn zin heb bij Groningen. You never know in football. The transfer window is the transfer window. So it can happen tomorrow, it can happen on the last day, or it can happen next year. So that's what you don't know. As I've told before, it has to be the right step. It has to be the good step. And as it is now, I really enjoy to stay here. You're not nervous? No. No, I know players get nervous. You know what I mean? Yeah, I know what you mean. But I know that I know what I have here. I have a big standing here in the club by the fans, and I like to play here. I score goals here. I feel a vital part of the team, and I'm not gonna switch that out for nothing stupid. But football is football, and you always want to search for what's better. So if the moment is right to go, or the club is right, then it will be hard to say no. Also, but
That's something we can talk about later, because the transfer window is still open almost a month still. Ik heb aangegeven, joh, wij als club zouden jou het liefste bij de club willen houden. We willen graag presteren, we willen de volgende stap zetten. Daar ben jij een ongelooflijke belangrijke speler in. Dat heeft onze voorkeur als club. Maar ja, we willen ook geen gevangenis zijn of zo. Dus nou, laten we dan afspreken dat als dit bedrag, wat natuurlijk een absurd hoog bedrag was, op tafel komt. Ja, dan kunnen we nadenken over een eventuele transfer. En anders blijf je gewoon nog een jaar bij Groningen. Nou goed, met die boodschap waren hij en zijn zaakwaarnemer niet heel erg blij. Maar het was in ieder geval heel erg duidelijk. Waardoor we ook wel lang in de transferperiode relatieve rust hebben kunnen houden. Want bij de eerste 2, 3, 4 biedingen bleven ze behoorlijk rustig. Maar goed, dan merk je toch dat naarmate het einde van de transferwindow nadert, ja, dat het allemaal wat spannender wordt en onrustiger wordt. En ja, ik denk ook dat dat heel logisch is en heel normaal is. Iedereen die komt op jou af. Iedereen wil weten hoe het zit. Hoe ga je daarmee om als speler? Nou, that's true. Everybody wants to have a bit, but to be honest, the situation is not going to change. I felt like I had to speak out a little bit after the last game, but it's not about me not liking to to play in Euroborg. I love the fans. I love everything here. So you can see today also how they are. So I really like it. But at the end of the day, you also want to take your own steps and think about your career. So that's how it is. But when game time is on, I'm always focused. And today that gave us three points. Jurgen begrijpt hoe wij erin zitten, ondanks dat hij het niet leuk vindt. En nou ja, hij vroeg ook, begrijp je ook hoe ik erin zit met de interviews? En ik snap dat je dat vervelend vindt. En, maar ja, jij snapt toch ook dat ik ook enigszins wil laten weten wat mijn positie is en hoe ik erin zit. Nou, daarbij heb ik ook aangegeven dat ik ook natuurlijk hem begrijp. En dat ik zelf als speler misschien wel hetzelfde zou doen in die situatie. En volgens mij is hij ook hartstikke netjes gebleven uiteindelijk. Dus nee, ja, die situatie is op dit moment rustig. Alleen ja, wat de komende dagen gaat gebeuren, ja, dat weet natuurlijk niemand. Dus dat zal nog wel even spannend zijn. Op de achtergrond is Verderis al wel bezig met een andere aanvallende versterking. Iedereen weet wat wij hebben gezegd, we willen het liefst Jurgen houden. En ja, alleen voor de absolute hoofdprijs eventueel verkopen. En dan moet alles moet dan kloppen. Dat Jurgen het wil, dat wij het willen, dat de clubs eruit komen, et cetera. Ik denk dat die kans best klein is nu. Maar goed, zeg nooit nooit, denk ik, in dit soort situaties. Ja, en wij zijn natuurlijk op de achtergrond al de hele transferwindow bezig om proberen aanvallende versterking te halen. Want ja, we weten dat Jurgen, dat de kans heel groot is dat hij over een jaar in ieder geval vertrekt. En misschien wel over een half jaar en heel heel misschien wel nog deze window. Dus lijkt het ons wel handig dat je probeert nu al aanvallende versterking binnen te halen. Zodat als Jurgen vertrekt, ja, dat we goed voorbereid zijn. 2 dagen later is die aanvallende versterking binnen. Florian Kruger komt over van Arminia Bielefeld en tekent een contract tot 2026 in Groningen. My name, I think you know. I'm 23, come from Arminia Bielefeld. Played there 1 year, last year in the first league. Before 2 years, 3 years an hour in the second league. Yeah, and now I'm here. How does this new adventure feels for you? Yeah, amazing. It's the first time out of Germany for me. So it's a real adventure. And I'm really happy to be here now. Florian is een heel dynamische speler. Eigenlijk wel een beetje een typische Duitse speler, als ik het zo mag zeggen. Keihard werken, veel intensiteit, behoorlijk snel. Geeft veel energie en dynamiek, denk ik, aan een team. En ja, hij kan gewoon goed afwerken. Dus, ik ken hem ook al heel erg lang en Frank Wormoet kent hem ook al heel erg lang. We kennen hem uit de jeugd van Schalke zelfs al. Daar was hij spits in een 4-3-3 systeem en ja, de absolute topscorer. En ja, toen wilden we hem eigenlijk al heel graag naar Nederland halen. Destijds zaten Frank en ik bij Heracles en nu uiteindelijk 4, 5 jaar later is het gelukt. We know each other for a long time now
The first talk was 4 years ago. I came out of the youth of Schalke. They started in Almelo, and we had some good talks there. But I decided to go to the second league at this time. But we always keep in touch. Had some touches because my friend Lena Ciborra went there to Almelo. Yeah, and now we had some more talks, and now we did what we want to do years before, and now I'm here, and it's really nice. Met nog 48 uur te gaan zijn het spannende laatste uren van de transferwindow voor FC Groningen. Naast de interesse voor Jurgen Strand Larsen zijn er nog een aantal spelers die een transfer willen maken. Zo staat Daniel van Kaam voor een overgang naar Cambuur. Ja, Daniel was eerst op weg naar Fortuna. Ik denk dat het vooral bekend is op het moment dat hij medisch werd gekeurd, werd Charles Ulte ontslagen. Nou, toen heeft hij zich toch bedacht. Nou, in de laatste dagen meldde Cambuur zich en ja, daar zijn we mee in gesprek gegaan. En uiteindelijk zijn we tot een deal gekomen. En, ja, ik denk ook dat Cambuur voor Daniel een hele mooie club is, omdat die spelen prima voetbal en dat past denk ik wel bij Daniel. Voor ons vind ik het wel heel erg jammer, want ja, Daniel is een eigen opgeleide speler die het liefst hier in je eigen eerste helft al hebt spelen. Maar Daniel wilde niet meer bijtekenen naar alles wat de afgelopen jaar is gebeurd. En dan moet je met elkaar denk ik naar een oplossing zoeken en dat hebben we gedaan. Ook voor Patrick Joosten is er in de laatste 48 uur nog de nodige interesse. Voor Petje was er lange tijd niet zo heel erg veel interesse en ineens op het eind waren er twee clubs die hem heel graag wilden hebben. En, ja, daar zijn we mee in gesprek gegaan en uiteindelijk is dat, een deal geworden. Best wel verrassend eigenlijk nog. Want als je de hele transferwindow eigenlijk weinig tot geen interesse hebt gehad en dan op het allerlaatste in één keer toch nog twee clubs kan kiezen, ja, dat is wel een bijzondere situatie. Mooie stap denk ik voor hem. Ja, ik denk het wel. Een team wat ook Europa League of Conference League speelt. Hè. Die spelen tegen AZ volgens mij zelfs in de pool. Dus ik denk een mooie stap voor hem. En laten we hopen dat hij daar de draad oppakt en de kwaliteiten gaat laten zien die hij heeft. Want die heeft hij absoluut. Het is dinsdagochtend, één dag voor het sluiten van de Nederlandse transferwindow. Celta de Vigo heeft zich gemeld voor Strand Larsen en de spits lijkt zijn keuze te hebben gemaakt. In zo'n proces dan probeert de speler en de agenten die proberen natuurlijk alles om ons toch richting een deal te duwen. Dus Jurgen had Frank Wormoet, de trainer, gebeld van joh, ik kan vandaag niet komen, ik kan Mark-Jan niet meer zien. En ik kan het trekken mentaal niet en ik ben er niet trainer. Nou, Frank had ook direct gezegd, dat is niet de weg, dat is niet de manier, Jurgen. Dus lijkt me beter dat je komt. Hij zei nee, gaat echt niet. En vervolgens kreeg ik natuurlijk telefoontjes en appjes en belletjes van de agenten van Jurgen en ook van Celta. Nou, die heb ik eerst een half uur, drie kwartier niet opgenomen. En toen heb ik Jurgen gebeld en heb ik gezegd van, joh Jurgen, ik begrijp je heel goed. Hey, je bent 22 jaar, kan een fantastische stap zetten, kan hier sportief en financieel beter van worden. Dus ik begrijp ook heel goed dat je vecht voor die kans. Maar dit is niet de manier en zo gaan wij ook met elkaar geen zaken doen. Dus zolang jij niet op de club komt, ga ik niet met je agenten en met Celta meer praten. En dat betekent dat je gewoon 1 september bij FC Groningen bent. Dus het lijkt mij beter als je komt, want dan heb je eventueel nog een kans. Misschien wordt het geen deal, misschien wel, maar dan heb je eventueel nog een kans dat het een deal wordt. En blijf je weg, dan komt er geen transfer. Of de huidige Noorse spits Jurgen Strand Larsen blijft, dat is nog onduidelijk. Volgens een zaakwaarnemer komt het ondanks meerdere aanbiedingen niet tot een transfer. Nee, morgen is de laatste dag van de transferwindow. Jurgen Strand Larsen heeft vandaag niet getraind. Hij is mentaal niet toe in staat, heeft niet geslapen. En zijn zaakwaarnemer laat weten dat hij waarschijnlijk morgen ook niet zal trainen. Als speler zou ik misschien wel hetzelfde doen. Want het is zo toekomstbepalend voor je carrière. Alleen, ik hoop dan ook wel in zo'n situatie, en gelukkig kan Jurgen dat ook die spelers wel beseffen wat het belang van de club is. En ja, dat ik met die FC Groningen pet op moet zitten, want dat is mijn rol, dat is mijn job. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En die belangen die zijn, soms zijn die tegenstrijdig. Het is natuurlijk een rare transfermarkt dit jaar. Omdat er normaal gesproken heb je altijd nog wel wat competities die langer lopen. Maar op dit moment
zijn de Big Five landen. Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. Die hebben een dag langer om spelers te kopen. Dus er zit bij hun wat minder druk op. En Jurgen is op dit moment in Vigo. En die is aan het proberen alles daarin rond te maken. En dat betekent ook het hele proces daar van papierwerk, de keuring. Ja. En dat ziet er allemaal volgens mij wel goed uit. Alleen ook daar hebben we nog geen groen licht. Of Mark-Jan moet nu iets anders gaan vertellen. Nee, ik krijg net een appje van Celta of ik de e-mail heb gekregen. Want ze hadden nog een paar puntjes over de transfer agreement. Maar de deal komt rond en Jurgen Strand Larsen vertrekt voor een recordtransfer naar het Spaanse Celta de Vigo. This has been some busy last days, but I'm very happy to be here and this is a big club and a big step for me also, so very happy to be here. I've been dreaming for this for a long time now and as soon as the interest came up, I was like told my agents, my family that this is something I want to do. It's a big club, big ambitions, plays in a good league, so. This day today when I signed, it's the best day in my life. Financieel kunnen we hiermee, denk ik, de club weer duurzaam verder ontwikkelen. We kunnen gaan investeren in onderdelen waarin wij denken dat het belangrijk is om te investeren voor de toekomst. Nou, dat kan zijn op het veld of naast het veld. Dus dat is denk ik hartstikke goed. En voor Jurgen ook wel speciaal natuurlijk. We hadden het er nog over. De nacht dat hij naar Celta ging, hebben we elkaar nog even opgezocht. En toen zei hij ook van, jij zei 2 jaar geleden, zei jij, we gaan je proberen te halen. Dan gaan we je ontwikkelen, beter maken. En dit is het plan. En dan is uiteindelijk het doel om je met een recordbedrag de volgende stap te laten zetten. En hij zei, ja, ongelooflijk. Uiteindelijk is dat gebeurd. Ja, dat is ook best wel ongelooflijk natuurlijk. En compliment denk ik voor iedereen binnen de club die daar zijn bijdrage aan heeft geleverd. Door het vertrek van Strand Larsen moet FC Groningen op de laatste dag in sneltreinvaart nog een spits tekenen. My name is Ricardo Pepi. I'm 19 years old. I come from FC Augsburg, and now I'm here for a new opportunity. I'm a striker who's mobile. I like to move on and off the ball. You know, I like to make runs in behind. I like to score goals, of course. And you know, I think one of my main objectives for the season is to be able to score the goals and help the team out. Een dikke maand geleden hebben we een keer een call met elkaar gehad. Daar was Frank Wormoet ook bij en zijn zakenwaarnemers en Ricardo zelf. En nou, hebben we verteld hoe we werken bij de club, wat onze faciliteiten zijn, et cetera, et cetera. En heeft Wormoet ook verteld hoe hij werkt als trainer en wat hij verwacht van een spits en wat hij weet van Ricardo. Dus dat was een prima en leuk gesprek. Dat was een dikke maand geleden. Maar daarna bleek wel dat het ook gewoon lastig was om hem te halen. Omdat hij afgelopen week ook nog bij Augsburg in de basis stond. En ze afgelopen jaar natuurlijk heel veel geld voor hem hebben betaald. Dus ja, het was niet makkelijk om hem daar los te weken. Alleen, voor ons was het ook wel een beetje, ja, als Jurgen blijft, dan heeft het niet zo heel veel zin om hem te halen. Dus ja, die puzzel moest allemaal vallen. En qua timing, ja, was dat eigenlijk bizar dat precies viel. Want op het moment dat wij in gesprek gingen met Celta en ik gas ging geven aan ook die kant, bleek dat ook dat in een stroomversnelling leek te komen. En liep dat eigenlijk een soort van parallel. En ja, dat is denk ik best wel bijzonder. Daar hebben we ook een beetje geluk mee gehad. Maar goed, je hebt ook een beetje geluk nodig in het leven. De Amerikaanse international heeft ook Mexicaanse roots en heeft een speciale bijnaam. Yeah, my nickname comes, you know, I'm the train. My nickname comes basically from a hype train. You know, there was a point in my career where I just started scoring goals consecutively, you know, 3, 4, 5 goals. And, you know, then became a hype train from some of the fans at FC Dallas. And, you know, it stuck with me. And, you know, I've taken it in and I really like the nickname. So, you know, the nickname is El Tren. Nou, daarmee hebben we, denken we, 2 hele goede spitsen in het team. Die misschien ook wel samen kunnen spelen. Maar dat is uiteindelijk aan de technische staf natuurlijk, hoe ze dat gaan invullen. En daarmee hebben we ook ruimte gecreëerd om Romano Postema te kunnen verhuren aan Roda JC. Omdat
Ja, Romano is gewoon een ongelooflijk talentvolle speler. En Romano heeft speelminuten nodig, die heeft kansen nodig, die heeft een omgeving nodig waarin hij in die situaties komt. Onder weerstand, onder druk. Wij denken dat Roda wat dat betreft misschien wel de perfecte stap voor hem is in een aanvallend team. Ik heb daar een paar keer ook met Jurgen Streppel over gesproken. De plannen die hij met Romano heeft, ja, dat heeft hij uitstekend uitgelegd. En, ja, ook dat is voor ons waarde, om Romano een jaar daar te verhuren en te laten ontwikkelen en misschien terug te laten komen als eerste spits van FC Groningen. Zo viel de puzzel opnieuw pas op de slotdag van de transferperiode in elkaar. Verderens kijkt terug op een drukke zomer. Ja, ik denk dat we sportief wel een aantal stappen hebben kunnen zetten die we graag wilden zetten. We wilden graag stabiliteit en ervaring proberen erbij te halen. Nou, daar hebben we toch met wat. Joey is dan de eindtwintiger met een hoop ervaring, die nu ook aanvoerder is. En met Michael Frips en Rob Mangoon, middentwintigers, die ook al wel wat ervaring achter de rug hebben. Dus ik denk dat dat redelijk is gelukt. Ik denk dat het altijd goed is om jonge, talentvolle jongens van jong Ajax, om die proberen in te passen, om die te halen. Dat blijkt ook vaak een succesformule. Dus dat is prima. We zijn heel blij dat we met Isaac Mette een linksback als vervanger voor Björn Meijer hebben kunnen halen. Nou, en uiteindelijk hebben we, denk ik, het verlies van Jurgen Strandlas hebben we best wel goed op kunnen vangen met Florian Kruger en Ricardo Pepi. Dus ja, als ik daar zo naar kijk, denk ik van dat is best wel een prima window geweest. En we hebben ook nog eens een keer natuurlijk heel veel geld verdiend voor de club. Kijk, uiteindelijk moet wel blijken hoe het uit gaat pakken. Want het gaat uiteindelijk om de prestaties op het veld. We zijn er niet om elk jaar heel veel winst te maken. Dat is mooi meegenomen. En dat is ook wel goed voor de duurzaamheid en de stabiliteit van de club. Maar uiteindelijk zijn we hier natuurlijk om op het veld te presteren en om de fans van FC Groningen blij te maken.